Goedemorgen. Dit is dag 2 van het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie. Wij hebben er zin in. Yes. Jij ook? Wat heeft u zojuist geleerd? Dat wij als kinder- en jeugdpsychiaters ons niet in een hokje moeten laten stoppen. Dat de gereserveerde ruimte voor de afdelingsvergadering was te klein. En we zijn met z'n allen op de gang gaan zitten. En dat we meer ons positieve geluid moeten laten horen. Arne Popma, de nieuwe voorzitter, die zei: kom, we gaan gewoon met z'n allen op de gang zitten en ruimte innemen. En dat vond ik eigenlijk fantastisch. Samenvat heeft Frank Verhoest in de afgelopen decennia nationaal en internationaal heel veel verdiensten gehad en daarom verzoeken te benoemen tot lid van WAC Verdiensten. En dat is een enorme waardering. Mag ik daar voorhouden? Wat heeft u zojuist geleerd? Nou, dat Minecraft ook inzetbaar is voor psychiatrie. Dus dan moeten wij Minecraft-therapeuten gaan worden. Als we gaan slapen en in ons bedje liggen, zijn we allemaal hetzelfde. Ook al heb je een psychische kwetsbaarheid. Dus mannetjes, vergeet dat niet. En ook niet vergeten morgen weer te komen. Veel plezier met het feest!